De bevrijdingsfestivals hebben Nederland Schoon benaderd. En daaruit is in het eerste jaar eigenlijk een samenwerking ontstaan met Roermond en met Groningen. En toen hadden we eigenlijk zoiets van, ja, dat smaakt wel naar meer. We proberen de mensen hier te stimuleren om hun vuil zoveel mogelijk in de bakken te doen. Daarvoor maken we gebruik van de Nederlands Schoon zakjes die er bij de ingang worden uitgedeeld. Ons milieuteam loopt rond in herkenbare shirts. Zij rapen afval. En we hebben ook onze prullenbakken een beetje wat hoger gedaan, althans de herkenningspunten, zodat het publiek ook kan zien dat je dus je afval weg moet doen. Wij beogen eigenlijk twee dingen. Samenwerking met alle bevrijdingsfestivals. Maar ook om te stimuleren dat de gemeente en de bevrijdingsfestivals slimmer samenwerken. En ik heb hier bijvoorbeeld één voorbeeld. De gemeente heeft hier ook afvalbakken staan. En op die bak van de gemeente zit een slotje. Nu hebben die schoonmaakteams een sleutel daarvan. Dus het zit ook vaak in hele kleine dingetjes om samen te doen. En ik denk ook bij dit soort initiatieven dat het belangrijk is dat je een goede samenwerking hebt tussen evenementenorganisatoren en de gemeente. Want als je festivals hebt die heel veel rommel achterlaten, zal de gemeente dat moeten opruimen. Dat brengt ook weer de nodige kosten en inspanningen met zich mee. Dus ja, voorkomen is beter dan genezen. Yes! Ik ben nog wel vroeger Koninginnennacht. Nou, dan liep je over de bekers en nou is het gewoon allemaal schoon. Dus goed initiatief. Ik ben erg anti-milieuvervuiling, dus ik vind dit heel erg goed. Ja. We zijn nu bezig met de gemeente aan het kijken wat we ook kunnen doen in de buurt met ondernemers of met winkeliers. We zijn nu in gesprek met buurtbewoners om te kijken wat we terug zouden kunnen doen aan het park. En daar hebben we ook een bijeenkomst gehad en gevraagd wat ze zouden willen. En ja, dan gaan we nu kijken of we dat kunnen realiseren. We hebben in totaal in Nederland 14 bevrijdingsfestivals. We doen er dit jaar al 12 mee, terwijl dat echt het eerste jaar is dat we het zo groot aanpakken. Dus daar zijn we heel erg blij mee. De gedachte is dat we dat de komende jaren blijven voortzetten.